VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV blijft het goed doen in de Eredivisie. Zometeen de beelden van de overwinning op Excelsior. We praten met een van de smaakmakers, Lennart T. En kijken natuurlijk vooruit naar de wedstrijd tegen koploper PSV zondag in de Kool. Slordige paas. Makali, net genoeg. En dan liggen er wat mogelijkheden. Is Hunt in het midden. T probeert het zelf. En de redding is er van Christensen. Eerste serieuze kans voor VVV. Daar is een kopbal. Oh, goede kopkans toch. Dat is zijn tweede kans. T. Goeie voorzet richting Hunt. Ja. Als er één ploeg gevaarlijk is, is het VVV. Er zijn nu 3-4 momenten geweest waarbij het gevoel dat daar zou zomaar het doelpunt kunnen vallen. T. Handig. Ook langs Fijk. Seuntjens niet. Hunt wel, maar hoog over. Hoe handig is dit naar Kolwijk? Niet dus. Want daar is Leemans. Oh, Leemans. Oh, Clint Leemans. Die kan het uit de vrije trap, maar die kan het ook zo. En natuurlijk, het is zijn fout. Het is een hopeloos ingespeelde bal. Maar laten we toch vooral genieten van de prachtige techniek van Clint Leemans. Wat een voetballer. Wat heeft die een heerlijke linker. Leemans draait die bal, wordt verlengd en ingekopt. En het is Seuntjens die scoort zijn eerste in de Eredivisie. En VVV leidt met 2-0. Ze komen er niet zo heel veel meer uit. Het spel is ook niet zo heel goed meer. Maar de voorsprong is verdubbeld. En de marge is comfortabel. Hier iets te lang gewacht. Daardoor het schot en de redding van Oenestal. Leemans. Rijkt Hunten niet. Matthij. Loopt veel te lang met de bal. En is hem dus kwijt. Leemans. Goeie paas. T. Wil zo graag nu zelf ook eens een keer scoren. Seuntjens. Dat scheelt niet zoveel. VVV wint bij Excelsior. Volkomen verdiend voor Excelsior. De vierde thuisnederlaag van het seizoen. Thuis nog geen punt gepakt. En VVV blijft het gewoon goed doen met maar één nederlaag dit seizoen. En vandaag dus een volkomen verdiende overwinning. De manier waarop we daar gespeeld hebben vond ik heel volwassen. Eigenlijk vanaf seconde 1 de wedstrijd totaal gecontroleerd. Geen seconde in de problemen gekomen. Goede goals gemaakt. Manier van spelen die we voor ogen hadden heeft de ploeg uitgevoerd. Dus Excelsior niet laten voetballen. Volledig onder druk gezet. Ja, en dat is wel heerlijk als je dit soort punten pakt tegen concurrenten. Hij zat er lekker in. De goal, beschrijf hem nog eens. Ja, hij zat er zeker lekker in. We zetten druk aan Lennart, die heel veel meters heeft gemaakt uiteindelijk. En hij loopt door op de keeper en de keeper wil een voetballende oplossing vinden. En ik zat kort op Kolwijk en de bal was niet heel 100% goed eigenlijk. En ik kon hem onderscheppen. En ik zag maar één manier om hem in het doel te krijgen. En dat was eigenlijk over de keeper. En gelukkig viel hij binnen. Ja, je bent zowaar topscorer. Hoe voelt dat? Oh ja, dat voelt prima. Maar als iemand anders hem maakt, is ook goed. Maar ja, nu ben ik het 3 achter elkaar tegen Vitesse, Zwolle en tegen Excelsior. En ik hoop die lijn zondag zeker door te trekken. 10 keer scoorde VVV tot nu toe. En nog opvallender, samen met PSV, Feyenoord en Ajax heeft de ploeg van Stijn de minste tegengoals.
Dat zegt dat we een ploeg zijn die weinig doelpunten tot nu toe en weinig kansen weggeeft. En dat blijkt ook uit de statistieken. Dat betekent dat de ploeg goed staat vaak. Met z'n allen verdedigd. Dat begint vaak voorin. Ik zie ook welke arbeid mijn spelers voorin leveren en op het middenveld leveren. Ja, die ontlasten wel die verdediging en die keeper heel erg. Dus het is wel een totaalplaatje. Een van de opvallende spelers bij VVV is Lennart T. Bijna wekelijks wordt hij geroemd om zijn spel. Alhoewel hij als spits nog niet gescoord heeft. Ja, complimenten turnen is natuurlijk immer schön. Ik versuche einfach in jedem Spiel mein Bestes zu geben. Wenn man dann positives Feedback bekommt, ist das schön. Und das zeigt mir, dass ich einfach so weitermache. Ja, du bist ein Stürmer, aber ohne Tore. Wie gehen Sie damit um? Ja, ist klar, dass ich treffen will, aber die Mannschaftsleistung steht im Vordergrund, dass wir möglichst schnell auch Punkte einfahren. Das hat bis jetzt, glaube ich, ganz gut geklappt. Wir sind gut gestartet und natürlich will ich irgendwann ein Tor machen, das wird auch kommen, aber ich mache mir da jetzt keinen Druck. Hij is onbetwist onze nummer 1 spits en is ongelooflijk belangrijk voor de ploeg. Hij heeft al 3 assists, eigenlijk 4, want de vrije trap waar we uit scoorden tegen Excelsior, die kreeg hij ook mee. Laat de ploeg mee voetballen, heeft heel veel duelkracht, worden heel veel overtredingen tegengemaakt. Zet tegenstanders constant onder druk. Dus ja, ik vind het niet zo belangrijk dat hij niet scoort en dat hij de ploeg beter laat voetballen. Dat vind ik veel belangrijker. Alleen, spitsen hij is hier naartoe gekomen om een belangrijk te zijn, maar ook om te scoren, daar is die spits voor. En daar praat je dan over dat ik het niet zo heel belangrijk vind dat hij niet scoort. Maar ik snap wel dat hij dat wel belangrijk vindt. Ja, hij is heel balvast en sleurt, hij trekt. Hij heeft altijd 2 centrale verdedigers bezig. En waardoor er ruimte komt voor andere jongens, voor Ralf of voor mij. En ja, dat zie je ook terug, dat zag je goed terug tegen Excelsior. En als hij twee centrale verdedigers bezighoudt, dan weet je dat er voor ons wat meer kansen liggen. En voor mij was het nu 2 keer of 3 keer achter elkaar raken. Dat is gewoon heel fijn om met hem te spelen. Hij snapt het spelletje ook en hij kan met links en rechts schieten. Dus een hele bruikbare spits voor ons. Na een weekend rust hervat VVV zondag de competitie. Het interlandweekend kwam op een goed moment omdat er nogal wat spelers kampten met wat lichte blessures. Of zoals Stijn het noemt, spelers met pijntjes. Nou, die hebben die pijntjes nog steeds. Dus wat dat betreft is de rustperiode iets te kort geweest, lijkt het. Dus met name Promes en Post, daar hadden we eigenlijk verwacht dat ze toch wel goed uit die periode zouden komen. Maar die zijn toch nog aan het sukkelen. Dus dat zal een hele race worden om die zondag erbij te krijgen. Uiteraard ontbreken de lang geblesseerde Dekker en Opoku nog. En Amanyido raakte deze week geblesseerd bij Duitsland onder 20. Vito van Krooi en Roel Jansen zijn wel weer volledig hersteld. Dat wordt dus weer lastig kiezen voor Stijn, omdat Kelechi Nwankali, die in de laatste wedstrijd de voorkeur kreeg boven Tarik Tissoudali, een goede indruk achterliet bij de trainer. Ja, dat is heel goed bevallen. Dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Omdat we weten dat Tarik toch het beste is vanuit de linkerkant. Maar we moesten schakelen omdat Vito niet fit was. En wij vonden dat we zonder Vito, met name met Torino, in ieder geval aan één kant meer diepte hadden. En dat blijkt dus de keuze voor Kelechi aan die rechterkant, die hem als een soort van middenvelder kon invullen. Verwacht ook dat we veel in de kleine ruimte moesten spelen bij Excelsior. Dus daar is hij ook goed toe in staat. Dus wat dat betreft heeft hij dat goed ingevuld. Absoluut. Zondag komt koploper PSV op bezoek in de Kuil. Een mooi affiche dus. Zeker voor Clint Leemans. Ik heb 12 jaar rondgelopen en ik kom mijn oude bekenden tegen. Dat is altijd speciaal om tegen te spelen. En, PSV, ik hoop gewoon altijd dat ze kampioen worden en dat ze alles winnen, behalve 2 keer in het jaar. En dat is uit en thuis tegen ons. Hoop je ooit nog terug te keren in Eindhoven? Ja, die vraag heb ik al vaak gehad. Ja, kijk, ik vind als voetballer mag je altijd dromen. En natuurlijk, PSV is, vind ik, de mooiste club van Nederland. En als voetballer mag je dromen, dus dan natuurlijk wil je ooit terugkeren bij PSV. Maar het is niet zo dat ik echt alles voor doe om naar PSV te gaan. Een andere club is natuurlijk ook mooi, maar focus me gewoon nu eerst op VVV. En zondag is voor mij natuurlijk een hele speciale wedstrijd. En ik hoop gewoon dat we misschien wat kunnen stelen van PSV. Ja, dat zal natuurlijk een wedstrijd zijn waarin je tegen een ploeg komt die op elke positie een betere speler heeft, die niet voor niks bovenaan staat. Die vorige week met 1-7 bij Utrecht won.
Die heel veel scorend vermogen heeft, ook vanuit het middenveld. Ja, en die zullen hier naartoe komen om die wedstrijd te winnen, omdat ze kampioen willen worden. Ja, daar moet je tegen wapenen. Dat hebben we met Ajax ook meegemaakt. Ja, je moet met name opletten dat je 90 minuten bij de les bent. En niet zoals tegen Ajax gewoon een uur lang goed meegaat en twee keer niet bij de les. En dat kost je uiteindelijk de wedstrijd. Maar goed, neem niet weg dat dit natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd voor hun is. En een hele zware wedstrijd voor ons zal worden. Dat is duidelijk. Nou, ik denk dat PSV wel moeite heeft om het spel te maken. Ze zijn de laatste tijd wel flink op schot. Ze hebben 7-1 gewonnen bij Utrecht, 4-0 tegen Willem II. Dus ja, we zijn wel gewaarschuwd. Maar ik denk dat zij, ze gaan ook rekening houden met ons natuurlijk. We staan in een goede organisatie, we geven weinig weg. En dat moet PSV maar zien doorheen te voetballen. Ik ben wel benieuwd. Ik moet zeggen, ik heb meer vertrouwen in aankomende zondag dan tegen Ajax. Kijk, tegen Ajax hebben we toch vaardige spelers. En PSV, ik denk dat we PSV beter kunnen bestrijden. Even terug in de historie. Weet u het nog? De laatste keer dat de Eindhovenaren op bezoek kwamen in de Kool werd het 0-6. 0-6, ja. Oké. Okay. Ja, toen heeft Locadia zijn debuut gemaakt. Klopt, dat heb ik gelezen, ja. Toen scoorde Locadia volgens mij een hat-trick. Of dat was een debuut, volgens mij. Was het 0-6? 0-6, ja. Ja, 0-6, ja, ja. Ja, toen was ik nog PSV-supporter, ja. Maar dit VVV, zie je dat niet snel gebeuren, verwacht ik? Nou, dat weet je niet, want zo zal de trainer van Utrecht ook gesproken hebben met de plaatselijke pers, denk ik, 3 weken geleden. Als je op een gegeven moment 1 of 2-0 achterkomt en je gaat risico's nemen, ja, dan is de kans groot dat je met 0-6 verliest. En dat is wel eens vaker gebeurd tegen dit soort ploegen. Dat kan, maar je moet proberen zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. 19 van de 20 keer moet PSV deze wedstrijd winnen en misschien is die ene keer wel zondag dat wij kunnen winnen. En daar gaan we vol voor en we hebben er vertrouwen in. We zijn op de goede weg en die lijn proberen we vast te houden. Laten we positief afsluiten. Een jaar eerder, in 2011, ging het heel wat beter. Al zag het er in eerste instantie niet zo uit. Na dik een half uur spelen stond PSV al met 0-2 voor. Maar toen... Maguire trapt hem. Titon blijft staan en daar is de goal van de recht. Ja, dat is een goede kopper. En als je die dan zijn gang laat gaan, is het ineens in een wedstrijd. Wolf voor. Aardig geschoten zeg. Ja, dat is een prachtig doelpunt van deze nieuwe Nigeriaan bij VVV. Volgende gevaarlijke kans. Wat een goal zeg. Yoshida, 3-2 zeg. Hoe is het mogelijk? Strootman trapt de corner. Toivonen verlengt bij de eerste paal. En daar is de gelijkmaker van Wilfred Bouma. Oh ja, niet vergeten. Dinsdag zijn we er alweer met een nieuwe aflevering van VVV TV. Dan maak je kennis met de e-sporters van VVV. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.